Ouders hebben nu een plekje om hun overleden kroost te herdenken en eren bij de herdenkingsboom nabij de counselingskamer van de Sonnebloemen bij het Slands Hospitaal. De Stichting Sonnebloemen heeft gisteren in verband met Children's Memorial Day bij de ziekeninstelling de boom onthuld als herdenkingsmonument. Een kaarsenceremonie hoorde er ook bij. Helen Wezenhagen Durga, vertegenwoordiger van de stichting, omschreef hoe het monument tot stand is gekomen. Wij begonnen 8 jaar terug, was de groep die mensen ging begeleiden veel groter. En toen hadden we onze psycholoog bij, we hadden andere mensen die hier goed het werk meededen. En toen ontstond op een gegeven moment dat we toch wel ouders iets moeten aanbieden dat ze een plekje fysiek kunnen hebben voor hun kindje. En bij ons kwam het dan zo dat we dan een boom wilde hebben. Eerst dachten we een boom, een levende boom, planten, maar ja, die bomen kunnen ook doodgaan en dan heb je weer andere verdrietige momenten. Dus toen kwamen we met het voorstel om een kunststuk te hebben waarbij dan de boom is getekend. Dit is gedaan door onze kunstenaar Nerkust en het is op 11 mei 2017 geplaatst. Alles wat u ziet aan blaadjes waar de namen staan, dan zijn het namen van kindjes die helaas het leven niet hebben mogen doorlopen. Wezenhagen Doda zegt dat ouders de namen van hun kinderen mogen hangen aan het herdenkingsboom. Het plaatsen van de naam mag ook op andere dagen dan de Children's Memorial Day. Dat zijn de momenten waarop zo een voorval zich voordoet, dat een kindje heen gegaan is, is een miskraam geweest. Dan hebben de moeders in de begeleiding, dan komen ze per dag bij ons, dus per geval. En dan kunnen we dat direct doen. Maar mocht het zijn dat het gemist is, dan hebben we ze vandaag wel de dag daarvoor om het te doen. Nou, het zijn wel heel verdrietige ervaringen, allemaal, stuk voor stuk, omdat ze emotioneel erg beladen zijn. Maar dan nog zie je dat er kindjes hun namen hier staan. En ik vind het fijn dat er dan nog daarna een kindje is geboren, een rainbow baby. Dus dat vind ik heel fijn. Wezenhagen Durga legt uit dat mensen soms bij droevige momenten hun verdriet willen verwerken. Ze geeft aan dat meer organisaties het initiatief kunnen overnemen.